Zo, goedemorgen dames. Zijn we weer terug van weg geweest. Ik weet niet hoe het met jullie is, of dat jullie in Nederland bleven of dat je je vakantie al lekker hebt gehad. Maar wij waren aardig weggeregend in Zeeland. Dus ik denk nou, laten we maar gewoon een paar dagjes eerder afbreken. En ik zei net al tegen Lia, als je dan ziet hoe slecht weer het ook vannacht weer was. Echt gewoon niet te doen, toch? Nou, ik was een beetje te laat in de lucht, zie ik. Ik moet echt nog een beetje wakker worden, want dan was ik hier vanochtend op de zaak. En toen dacht ik, ik ga zo live. Toen had ik mijn telefoon weer thuis laten liggen. Dus we zitten nog een beetje in de vakantiemodus. Oh, ik zie allemaal bekende gezichten. Wat gezellig allemaal. Goedemorgen, dames. Ja, het is echt net herfst, hè, Peter. Ik had gewoon een dik vest vanmorgen. Want Lia kwam hier net binnen en die zei, ik dacht, oh, ik hoef geen jas aan. Maar het is gewoon super koud, hè. Nou, en fijn dat we een beetje gemist zijn, dames. Gisteren ook weer lekker thuis, gewoon tussen al mijn knutselspullen is ook wel weer lekker dan, hè. Dus het voordeel ervan is, dames, dat het gewoon lekker knutselweer is. Dus we gaan weer lekker aan de slag. Wij gaan ook rustig aan, dus weer opstarten met de weborders, hè. Dus DHL is natuurlijk van de week, hij is één keertje toevallig geweest. Maar dat gaat weer beginnen. Eigenlijk zouden we deze week niks versturen. Misschien dat we toch alweer een beetje aan de gang gaan. Ja, we hebben het zeker wel fijn gehad door Angela. Ik denk ook met slechter weer moet je er gewoon iets van proberen te maken, toch? Nou, en ik zie dat Brine jarig is. Gefeliciteerd. Ja, en je weet inderdaad, Valentina, als je in Nederland blijft, dan heb je natuurlijk het risico dat, dat het wel eens wat minder kan zijn. Maar daar gaan we ook niet dood van. Ik denk ook niet dat je in Italië had willen zitten, toch? Deze week. We hebben ook vrienden die daar zaten. Alle ruiten uit de auto en uit de caravan, nou, dat wil je ook niet. Dus overal is iets van te zeggen, toch? Nou, ik denk met dit weer ga ik in ieder geval vandaag gewoon lekker een kerstkaartje maken. Vond ik wel toepasselijk. Ik zat gisteren zelfs al een beetje in de herfstmood. Dat ik dacht, oh, van Kraftlab, weet je nog, die pompoenetjes en... En al die artikelen die gaan we binnenkort ook maar weer eens voor de dag halen. Hier had ik gisteren voor jullie al even een kort filmpje van gemaakt. Eind volgende week komt natuurlijk de nieuwe Kraftlab weer binnen. En ik moet zeggen, ik had het allemaal meegeshout naar de camping. Maar er is eigenlijk niet zo heel veel van gekomen om het allemaal te gebruiken. Omdat we dan toch andere dingen aan het doen zijn. Dit wordt mijn nieuwe paperpad van Kraftlab die uit gaat komen. Hij heet Snowflake Kisses. De snowflake kisses die we eerder hadden, die is helemaal uitverkocht. Die kun je ook niet meer krijgen. Dus dit is de nieuwe. En nou, ik vind zelf altijd wel leuk om tafereeltjes te maken. Dus ik dacht, ik ga zo'n blokje maken met allemaal achtergrondjes er al in met sneeuwlandschapjes. En dan kun je daar natuurlijk je tafereeltje opbouwen. Je mag natuurlijk de nieuwe Kraftlab ook al in deze tikkie bestellen. Ook andere dingen kun je bestellen. Lia is erbij. Gaan we het noteren? Ik denk dat we toch maar gewoon de tikkies laten staan tot eind volgende week. Want dan komt de nieuwe Kraftlab binnen, dan kun je dat nog toevoegen. Als je denkt van nou, ik wil hem toch eerder afgewerkt hebben, dan moet je maar eventjes bellen naar de winkel. Ik zal het nummer nog een keertje geven, want we zijn natuurlijk wel gewoon bereikbaar geweest al deze weken. 0416 743200. En onze winkel is ook gewoon open gebleven. Hè? We zijn vandaag natuurlijk ook gewoon weer open. 10 tot 4 de brasserie is open. Als je denkt van nou, ik heb met een snert weer toch echt niks anders te doen. Oh, dat is nog 2 weken inderdaad, Beter. Nee, ik zit er inderdaad helemaal langs. Sorry hoor. Nee, ik denk dat we gewoon volgende week toch de mandjes af gaan werken. Maar ik zal dat straks even bevestigen op Facebook. En ook in de nieuwsbrief zal ik het even zetten. Ik wil gewoon allemaal al veel sneller, maar het is pas 3 augustus vandaag. Weten jullie wat voor dag het vandaag is trouwens, dames? Onze Joycey is jarig, hè? Die zit wel lekker in Turkije, die is op vakantie. Ik had al even een berichtje gepost met haar, om haar te feliciteren. Dus wil je felicitatie voor haar achterlaten, zet het dan even onder dat bericht. Vindt ze vast wel heel leuk. Nee, en wij gaan inderdaad, Angela, gewoon weer lekker de tikkies en zo opstarten. Want wat moeten we anders, hè, met dit weer? Kunnen jullie ook lekker... Weer meekijken en inspiratie opdoen. Ik klets veel. Ik heb nog niks laten zien. Maar dit is dus het blokje Snowflake Kisses. De nieuwe.
7,99. Beta heeft gelijk, die komt pas rond 18 augustus uit. Maar mag je nu natuurlijk al wel bestellen. Kijk, en wat zit erin? Sneeuwvlokjes, maar ook dus heel veel van dit soort sneeuwlandschapjes heb ik erin gedaan. Kijk, deze liet ik net al zien, hè? Die ga ik ook vandaag op een kaartje gebruiken. Maar ook dit soort dingen. Sneeuwvlokjes die zo een beetje naar beneden dwarrelen. Oh, Wilma, nou moet jij weer stiekem onder je werk kijken, hè, nu ik er weer ben. Kijk, deze. De Snowflake is dus 7,99, dames. Dit is ook een leuke, vind ik zelf. Kijk. En hier, kijk, want ik heb bijvoorbeeld hertjes gestanst. Nou, hoe leuk is dat als je die dus gewoon in dat landschapje zo gaat zetten, hè? Dan hoef je allemaal niet zelf inktachtergrondjes en zo te gaan maken. Kind kan de was doen. Ja, er waren er inderdaad al een hoop Angela die de mandje gewoon willen laten staan tot de kraftlab binnen is. Dat kan natuurlijk ook. Dus we gaan gewoon weer lekker beginnen en dan zien we wel wie wanneer zijn mandje afgewerkt wil hebben. En anders is het gewoon volgende week. Kijk, deze is ook leuk. Dus wil je deze bestellen? Snowflake is de 7,99. De nieuwe van Kraftlab is dus wel pre-order. Die is er nu nog niet. Ik heb een basiskaartje gemaakt. Dit is met de vierkante stans van Kraftlab. Die is er nog wel. Ik denk dat jullie het al wel meegekregen hadden. Want die laatste release die was natuurlijk super snel uitverkocht. Die gaan ze wel bij laten maken bij Studio Light. Dus dat wil zeggen, dat is alweer in productie in China. Begin oktober verwachten we Olaf en al die andere artikelen weer binnen. Ook het hekje, die boompjes die erbij horen. Dus dat komt er allemaal weer aan. Die vierkante stans uit die release van jullie, die is er nog wel. Dat is deze. En de vierkante stans van Kraftlab, die is €19,99 als je die wilt bestellen. Ik weet gewoon alle prijzen nog, dames, na de vakantie. Dat is wel knap, hè? Oh, ik had dit, had ik ook al voor mijn vakantie al klaar liggen. Kijk, dit kun je natuurlijk ook doen. Ik had bedacht om hier de sterkfolie van Studio Light achter te doen. Dus je kunt ook meerdere stansen tegelijk gebruiken uit die vierkante mallen. Dan kun je een soort passepartoutjes maken, hè? Zoals je hier dus inderdaad ook ziet. Dus die vierkante €19,99. Ik had hier nog expres even een paar stukjes papier in laten zitten. Want ik weet niet of de meeste van jullie deze tool kennen. Die is dan iedere keer weer een paar maanden niet leverbaar. En dan is die er weer wel. Dit is de Double End Pick Tool van Joycrafts. En daar zit zo'n tandartshaak zit aan. En daar kun je dus heel eenvoudig de stukjes papier die dus erin blijven zitten na het stansen. Kijk, die kun je zo heel eenvoudig kun je die eruit drukken. Dus deze gebruik ik eigenlijk altijd best wel vaak. Double end pick. Hoe plak je zo'n dunne rand? Zoals het lijstje. Oh, zo'n dunne rand, Sandra, dat plakken we gewoon altijd met de lijm van Dutch Doobadoo. En dat is deze, dat is de lijmpen. Kijk, die heeft zo'n heel fijn doseerpuntje. Kun je gewoon heel netjes over het randje kun je gewoon lijmen en vind je dat ingewikkeld? Dan kun je hier bijvoorbeeld ook altijd een 3 mm tapeje nog even opplakken. Zo'n 3 mm tacky, dat kan natuurlijk ook. Ben ik bij iedereen nog in beeld? Ik zie dat Angela een beetje problemen heeft met de verbinding. Zou zomaar ook met het weer te maken kunnen hebben, denk ik nu. Ik zie hartjes, dus ik denk dat we er nog wel zijn. Ik heb kraft, ik heb wit en ik heb dus een printje uit het designpapier Snowflake Kisses. Kijk, en die vierkante mal, die stanst ook van die leuke randjes mee, hè? Dus deze gaan we even op elkaar plakken. Er zal vast een prop in mijn lijnpen zitten, want die is natuurlijk 2 weken niet gebruikt. Schijnt de zon bij jou, Lianne? Waar zit je? Op de Bahama's? Nou, ik weet je, ook op de camping, ik kan best wel tegen een paar dagjes regen. Maar als het echt 24/7 alleen maar regent, nou, dan word ik daar toch echt wel een beetje lui van. Dan zit ik toch eigenlijk net zo lief gewoon thuis. En dan heb ik de hondjes bij. Die moeten natuurlijk ook naar buiten. En dan komen die met de baggerpoten ook weer gewoon de voortent in.
Nou, ik laat het ophouden dat dat niet mijn ding is. Ja, gisteren viel het eigenlijk ook nog wel mee, Juliette. Want Jeroen die was gisteren... Die ging de caravan ophalen in Zeeland. En die hebben toch lekker droog alles ingepakt. Dus al met al... Nou, ik ga mijn designpapiertje even met wat foamstripjes erop plakken. En dan is ons basiskaartje is klaar. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, dames, of jullie gewoon in de vakantie lekker doorgeknutseld hebben. Volgens mij zag ik best heel veel kerstkaarten alweer voorbij komen. Volgens mij hebben jullie allemaal niet stilgezeten, toch? Kijk, dus deze gaan we even hier op plakken. Nou, we hadden inderdaad al een hele hoop tikkiemandjes staan. Dus wil je daar nog iets aan toevoegen, dan kun je het gewoon eventjes doorgeven. Dan gaan wij het in orde maken. Even een slokje thee ondertussen. Kijk, dus dit is mijn basiskaartje. Dat wit en dat kraft doet het ook altijd goed op elkaar. Hè? Daar weten jullie, hè, dames. Daar heb ik gewoon ons Bella Lulu cardstock natuurlijk voor gebruikt. Die kun je heel goed als basis voor je kaartjes gebruiken. 100 vel op scrapformaat 31,99. En ik ga vandaag deze mal er weer eens een keertje bij gebruiken. Want we gaan een winterstaffereeltje maken. Dit is de Shaker Ovalstans van Craftlab. 13,99 kost die. Daar past ook weer de plastic shaker blister eventueel in. Als je die wilt gebruiken. Dat ga ik nu niet doen. Want ik ga er nu gewoon een gezellig winterstaffereeltje ga ik erin maken. Nou, daar ga ik natuurlijk ook weer de Stansjes Winter Wonderland voor gebruiken. Die zijn ook van Craftlab. En dat is deze. Dat is een randje. Met huisjes en met boompjes. Nou, die boompjes vond ik een beetje te klein. Dus ik heb andere bomen erbij gebruikt. Dat ga ik jullie zo laten zien. Nou, lekker wintersfeertje toch, Sandra? Kijk, en ik vind het zelf bij de huisjes altijd wel leuk om daar een geel papiertje achter te plakken. Want ze zitten natuurlijk in de donkere dagen. Dan is het wel leuk om de lampjes binnen aan te doen in de huisjes. Dus dat doe ik altijd op die manier. En ik heb natuurlijk voor mijn ovaal heb ik ook weer een printje genomen uit het Paperpad Snowflake Kisses. Hè. Daar zitten ook gewoon van die effe prints in. Met van die sneeuwvlokjes. Die zijn natuurlijk ook leuk. Oh ja, de foamstripjes. Kitty had ze al gevonden, zie ik. Die zijn 99 cent voor een velletje. Dan krijg je een velletje van 10 bij 10 centimeter. En die kun je bijvoorbeeld ook achter zo'n ovale stans ook gebruiken. Ga ik straks ook even doen. Dus hier gaan we een tafereeltje op maken. Daar komt dit mooie frame komt daar overheen. En dat komt straks op onze basiskaart. Ik wilde dus wat grotere bomen, dames. En ik ga deze boompjes gebruiken. Want we hebben een hele grote nieuwe kerstlijn binnen van Studio Light. Hey, goedemorgen, Beb. Dat is lang geleden dat ik jou gehoord heb. Je moet oppassen op de hondjes van je schoonzus, zie ik. We hebben een hele toffe nieuwe kerstlijn binnen van Studio Light. Daar zal ik straks ook nog het een en ander van laten zien. Dit is een stansmal. Die heet Dome Scenery. Het is een beetje zo'n kerstdoom. Waar je dus zelf een tafereeltje in kunt maken. Oh, dit is ook leuk. Kijk, daar zitten ook ijskristalletjes bij. Die je dan weer als schutmateriaal kunt gebruiken. Want deze vorm, dat is dus een dome. En daar passen ook weer de dome. Shaker blisters passen daarin van Studio Light. Die zijn 10 voor 3,99. En deze leuke, die Dome Scenery, die kost 15,99. Dat is ook een nieuwe mal van Studio Light. Maar ik heb hem nu dus even gebruikt voor die boompjes. En ik ga de hertjes natuurlijk straks gebruiken. Kijk, want ik dacht, ik wil hier dit is ook weer een ondergrondje wat ik of een achtergrondje wat ik gebruikt heb uit mijn blok Snowflake Kisses. Kijk, zo gaan we even een beetje een scene maken. En dan gaan we daar zo meteen die bomen achter zetten. En dan heb je eigenlijk al een winterlandschapje.
Even mijn lijmpen weer erbij. Ik zei het gisteren ook al tegen Daisy. Ik ben echt een beetje uit mijn knutsel mojo, Sandra. Dus dan moet ik er ook echt weer even in komen. Dat komt wel. Ik stond ook nog een beetje in de vakantiemodus. Kijk, dus hier komen mijn huisjes. Ga ik zo meteen de boompjes erachter zetten. En dan heb ik met de ovaal dus meegestanst. Heb ik ook... ook weer zo'n winterlandschap framepje uit mijn blokje snowflake kisses. Zo. Kijk, en dan kunnen we hem gewoon even omdraaien en alles wat er dan buiten uitvalt, dat knippen we gewoon even weg. De rest van de huisjes valt ernaast, Sandra. Dus daarom heb ik die geen lichtje gegeven. Of ik dacht dat ze er helemaal naast zouden vallen. Nou, het meeste valt er wel naast. Kijk, en dan heb ik hier die twee toffe bomen. Die gaan we daar even achter zetten. Want dan is mijn ovaaltje meteen een beetje beter gevuld. Even zo. Mag best wel een beetje in het midden. Kijk, zie je hoe leuk? Dus deze boompjes die zetten we erachter. Nogmaals, ik zei het al, ik vind die malle set van Studio Light alleen al leuk voor het type boompje. En nog een kleiner boompje zit daar ook bij. Die zetten we hier achter de kerk. Even onze lijm een beetje aandrukken. En, nee kijk, maar mijn rand komt er overheen, Sandra. Kijk, dan zie je daar niet meer. Dus nu ga ik het randje even erop zetten. En dat doe ik door ook een beetje foamstrips op die ovale mal te zetten. Dan komt het namelijk met een beetje diepte weer op mijn kaartje. En dan hebben we dadelijk dus alle lampjes gewoon in de huisjes die binnen het ovaaltje vallen. Die foamstrips die kun je ook gewoon een beetje in een bochtje vouwen, hè, dames. Die kun je gewoon in het bochtje meevouwen. Nou, super onmisbaar dus die foamstrips ook voor slimlijnkaartjes en zo, want die zijn dus... lekker smal en die passen dan dus altijd wel op je smalle gestanste randje. Daar gebruik ik eigenlijk altijd die foamstrips wel voor. Dus dan gaan we ons ovaal zo even netjes dichtplakken. Dit blijft ook wel een leuke stans, hè, dames. Die kan ook altijd. Ik doe het even voor mijn neus, want anders plak ik hem niet recht. Ik ga hem jullie zo laten zien. Je zou hier zelfs een hangertje voor in de boom van kunnen maken. Dat is ook nog leuk. Kijk, zie je? Dus dit is ons winterse tafereeltje. En ja, dit is dus een super mooie basismal. Shaker Oval heet die. Die is €13,99. En hier zit ook nog een strikjesmal bij. Die gaan we ook even in elkaar zetten. Want daar gaan we ons ovaaltje even netjes mee afwerken. Dat is deze. En je krijgt bij deze mal twee van die kleine labelstandjes. Een ovaaltje en een rondje, die stanst ook weer een leuk stiksteekje. Die zijn bijvoorbeeld ook leuk om tekststempels in te zetten. Van Kraflap of van een andere. De sneeuwpop, die heet Olaf inderdaad, Gerry. En die is begin oktober weer leverbaar. Dus de Shaker Oval, dames, €13,99. De stans met de huisjes, dat is Winter Wonderland, die is €9,99. En ik ga jullie even dat strikje laten zien. Kijk, als je dat uitstanst, ziet dat er zo uit. Ik heb een lichtblauw kleurtje gekozen weer uit de Paper Pad Snowflake Kisses uit de nieuwe. Hoe doen we deze? Ik doe dat vaak even met een pen. Ja, Gerry, ik raad je wel aan om Olaf op tijd in pre-order te bestellen. Want
Ik verwacht dat er wel weer een run op komt. Dus we kunnen het noteren voor je. Dan krijg je een berichtje als die binnen is. Ik heb met een pen even deze kantjes opgebold, dames. Doen we hier een dotje lijm. En dan kun je dus zo de rondingen maken van je strikje. Hou ik hem even vast. Ja, kan ik gewoon in deze tikkie alles van Kraftlab wat je in pre-order wilt bestellen. Dat kun je dus noteren. Het komt dan alleen pas tegen die tijd voor je in de mandje. Hè? Dus dan hoef je het niet meer opnieuw in de webshop of zo te bestellen. Wij noteren het en je krijgt het dan automatisch. Kijk, en dan zit hier nog zo'n strookje aan, dames. Dat is bedoeld om je strikje netjes af te werken. Dus daar doe je ook een beetje lijm op. Plak je dit hier overheen en nog een keer naar achter. Ik zal het zo laten zien. Kijk, en dan heb je dus zo je gezellige strikje gemaakt. Is ook leuk voor andere soorten kaartjes, hè? En deze die kan daar dus weer onder. Kort hem ietsjes in. Dan doen we hier ook weer een dotje lijm op. En daar komt dan ons strikje bovenop. Even vasthouden tot die lijm vast zit. En die plakken we zo meteen lekker bovenaan ons ovaaltje. Dan heb je een toffe afwerking voor je ovaal. Kijk, dus die komt hier dan zo tegenaan. Dotje lijm hier weer op. Oh, dit blijft wel echt een van mijn lievelingsstansen, dames. Een van de eerste mallen die ik voor Kraftlab heb gemaakt. Ja, de nagels die zijn gesneuveld in de vakantie, Beta. Die komen volgende week. Ga ik lekker weer nieuwe nagels laten zetten, dus. Kijk, maar dit is dus het ovaaltje. Tof, hè, dames? Met zo'n winterstaffereeltje erin, hè? Stans Winter Wonderland, die boompjes. En dan de ovale mal met het strikje. Ik ga toch nog even wat spetters eroverheen gooien. Sandra, het strikje zit bij de stans Shaker Oval. En deze stans is €13,99. Daar zit de strikjesmal, die krijg je daarbij. Even een micaatje eronder leggen voordat ik alles weer onderklieder. Even wat sneeuw op ons winterse tafereeltje. Zo, en dan gaan we deze gaan we netjes kijken op die basiskaart. Ik heb het ook met Kraft gedaan. Want ik ga zo meteen ook een paar hertjes uit Kraft hier en daar erbij zetten. Kijk hoe leuk. Ik kan hier misschien ook nog wel een hertje zo meteen doen. Dan kijken we dadelijk even. Dus deze gaan we erop plakken. Op de vierkante basismal van Kraftlappen, dames, die ik jullie liet zien. Deze komt netjes in het midden. Hierboven zit ook zo'n soort ophanggaatje. Hè? Dus als je denkt, van, ik vind het ook leuk om er hangers voor in de boom mee te maken. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Kijk, en dan heb ik deze schattige hertjes. Even een stukje papier aan zijn gewei hangen. Haal ik er even af. Die hertjes die zitten weer in diezelfde set. Als waar ook die toffe bomen in zitten die ik gekocht had. In die Dome Scenery, zo heet die. €15,99, dat is uit die kerstlijn van Studio Light. Het is gewoon heel leuk om daar die hertjes nog even bij te zetten. Dat doe ik ook weer met een stukje foamstrip. En dan komt dat Kraft, dat komt dan weer mooi terug in de basis van je kaartje. Dus hier zet ik een hertje. Kijk, en dat hertje dat loopt dan gelijk zo in dat winterlandschapje. Hè? Die in dat nieuwe paperpad zitten snowflake kistjes van Kraftlab. Kijk,
heb daar ook nog een hele leuke tekst waar ik mee af ga werken. Die ga ik jullie zo ook nog even laten zien. Zo. Even te twijfelen waar ik het babyhertje zou zetten. Ik zet hem toch aan deze kant. Ik had er nog één. Moet ik even kijken of dat leuk is. Ja, die gaan we hier ook nog even tussen zetten. Nog een baby. Ja, dit is gewoon een snel tof kaartje toch, Dorothee? Dit is echt... Het is even wat standswerk, maar dan... Is het eigenlijk zo gepiept. Dus deze komt hier nog even tussen. Even ook nog wat sneeuw over de hertjes. Zo. En dan gaan we zo nog even een leuke tekst erop doen. Kijk, dit is dus mijn basis. En we hebben van Studio Light hebben we hele leuke nieuwe sets namelijk. Ook weer uit die grote kerstserie. Dat is echt zo'n mooie lijn. Daar heb ik ook heel veel voorbeelden van Antoinette Voren. Dat ga ik jullie straks laten zien. We hebben Merry Christmas en we hebben prettige feestdagen. Dit is een nieuw product weer van Studio Light. Want dit hebben ze eigenlijk nog niet. Een tekststempel met een bijpassende contourstans. Dus, en hij is heel mooi fijntjes. Kijk, dit komt er dan uit. Dus we gaan zo met zwart even de tekst stempelen en dan hebben we de contourstans is er omheen. Ik kies er zelf voor eerst stansen, dan stempelen. Vind ik zelf het fijnste. Maar je moet natuurlijk doen wat je zelf het handigste vindt. Deze setjes, benoem ze ook even stans en stempel. Of Merry Christmas of prettige feestdagen. Die zijn €5,99 van Studio Light. Kijk, en ik heb hem hier al even gestanst. Zie je hoe fijntjes dat ze zijn. Dus ik ga even een zwarte inkt erbij nemen. En dan gaan we daar even een tekst op stempelen. Ik doe dat deze keer maar gewoon even met een acrylblokje. Want dan kun je precies erboven gaan hangen. En dan kun je precies zien waar je natuurlijk wilt stempelen. Dat je precies op je papier zit. Ik had natuurlijk mijn blokje met die maatverdeling van Studio Light. Maar ik denk dat ik die... ergens nog in de caravan of zo heb liggen. Dus dat is eigenlijk handiger. Nou, dit is dus ook een vrij fijn lettertype, hè, dames. Zorg dan dat je een goede inkt hebt. Die dus mooie scherpe afdrukken maakt. Ik gebruik daar zelf altijd Versafijn inkt voor. Daar hebben we die kleine vierkantjes hebben we daarvan. Versafijn is er om te stempelen met teksten in 10 verschillende kleurtjes... We hebben een aanbieding voor jullie, een combi-deal als je de 10 kleuren shopt in het bewaarblikje voor €29,99. We kunnen wel eens voor blauw gaan, dat is misschien ook wel leuk. Dat past hier misschien beter bij. Nee, ik ga toch voor zwart. Onyx Black heet die zwarte van Versafijn. Dan zetten we even die mooie tekst even in de inkt. En ik moet daar wel weer even voor mijn neus doen, dames. Want anders stempel ik scheef. Dat willen we niet. Ik laat het jullie zo even close-up zien. Oh ja, dit gaat wel. Dit is wel, wel te doen. Ik was benieuwd hoe dat uitvalt. Kijk eens hoe tof dat is met zo'n contourstanzenwei. Prettige. En dan gaan we ook nog even feestdagen doen. Nou, Studio Light verkoopt ook veel in het buitenland, hè, dames. Ik weet dat jullie altijd graag alles in het Nederlands willen. Maar ja, ook met Kraftlab. We maken dus alles zowel in het Nederlands als in het Engels. Omdat er dus ook veel buitenlandse klanten zijn. We gaan met Kraftlab bijvoorbeeld ook 16 augustus. Ga ik voor de eerste keer ook op de Engelse tv. Superleuk. Kijk, en dan gaan we nog even feestdagen nog even stempelen. Tada. Oh, dit is echt een leuk setje, dames.
En net voordat ik wegging, kwam heel die kerstserie van Studio Light binnen. Ik dacht, oh, en ik wil nog dit gebruiken en dit en dit en dit. Maar toen was het eerst vakantie, dus nu is de vakantie voorbij. En het is knutselweer, dus wat willen we nog meer? Twee setjes, dus namens Stans en Stempel. Of Merry Christmas of prettige feestdagen. Echt super grappig hoe die eruit komen. Kijk dan, en dit gaan we dus zo even als finishing touch op ons kaartje verwerken. Prettige feestdagen. Lijkt bijna wel of het zo kant en klaar gekocht is, hè? Foamstripjes nog. Doe ik een paar stukjes foam nog achter mijn tekst. Even door midden knippen. Dit ook, hè. Die tekst is dus vrij fijn, hè, dames. Kijk, met die foamstripjes gaat het echt prima. Dan kun je ze daar precies achter plakken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor feestdagen. Dan gaan we daar ook nog even bij doen. En dan gaan we zo de tekst even netjes erop plakken. Als finishing touch. Die mag best wel zo een beetje eroverheen vallen. Oh, kijk hoe leuk die teksten zijn, dames. Ik ben fan. Hebben de meiden van Studio Light goed gedaan weer, dit nieuwe product? Ja, Sandra, die Versafijn, die droogt redelijk snel, hoor. Dat, ja, je ziet ook, hè. Ik heb hem meteen daarna in mijn hand gepakt en ben ik ook verder gegaan, dus... En dan doen we nog even prettige. Kijk hoe leuk, dames, met die tekst, hè, als finishing touch. Nou, mijn eerste inspiratiekaartje weer voor jullie. Ik laat nog even de producten zien, dan gaan we nog even de winkel in. €5,99 zijn dus de setjes met de Stans en de Stempel. Merry Christmas of prettige feestdagen. Dus geef even aan of je Nederlands of Engels wilt. Nou, de hertjes en de bomen. Die komen uit deze toffe set. Die heet Dome Scenery van Studio Light. En daar kun je dus ook een doomtafereeltje in maken. Want in deze basismal, daar passen ook weer de shaker blisters passen daarin. Heb je hier ook weer zo'n onder zo'n randje voor je dome. Dan lijkt het net of je een staande dome hebt. Mijn huisjes die ik gebruikt heb. Die zijn natuurlijk van Craftlab. Die komen uit deze set. Winter Wonderland. Huisjes, hoompjes en buisjes wou ik zeggen. Huisjes en boompjes. €9,99. En dit is mijn lievelingsstans. De Shaker Oval van Craftlab. De ovale mal. Het zijn dus losse mallen, dus je kunt ook gewoon alleen de ovaal stansen. Of je kan deze middelste gewoon als passepartout uit een kaartje stansen. En je krijgt een toffe strikje krijg je erbij. Hè? Dat is ook een leuk bonusmalletje. €13,99 is de Shaker Oval. En dan was dit dus mijn inspiratiekaartje van vandaag. Ik wil jullie graag nog een hele hoop... kerstinspiratie laten zien, want het is toch geen weer, hè? Dus dan kunnen jullie lekker kerstkaartjes gaan maken. Dat ga ik dadelijk boven ook even laten zien. Ik laat hier wel even zien wat ook weer binnengekomen is. Want ik had van de week toen ik thuis kwam gauw weer een hoop witte expanding mousse ook besteld. Dat is dus die mousse die oppopt. Als je hem dus verhit, hè? Dus dit kun je in combinatie met mask stencils gebruiken... Het is natuurlijk heel leuk om dat te doen in combinatie met een sneeuwvlokjesmask. En dit sneeuwvlokjesmask van Car Deco, die is €2,99. Dat is een A6'je. We hadden hem toen ook van Dutch Doobadoo, maar die zijn niet meer leverbaar. Ik denk dat ik hier volgens mij nog wel... Ik had hier ergens mijn voorbeeld liggen. Ik denk dat ik die op tafel heb gelegd. Oh, hier ligt die. Kijk.
Dit is dus wat die expanding mousse doet, hè? Dus je brengt het aan. Dan verhit je het met een heat tool. En dan popt het omhoog. Kijk, zo kan je het nog beter zien. Zie je dat? Dus dat is natuurlijk super leuk, onder andere voor sneeuw. En daar hebben we nu nog van Car Deco, dus dit mask stencil voor. Die is €2,99. Dat is natuurlijk de witte, is de meest populaire van de expanding mousse. €6,50 is een potje mousse. Maar we hebben ook heel veel andere toffe kleurtjes. Kijk, dit is ook leuk, hè? Als je het in combinatie met een steentjesmask doet. Ik zal dat steentjesmask van Dutch Doe Badoe ook eventjes laten zien. Dat is dit leuke stencil, hè? Die is €4,99. Het steentjesmask stencil kun je dus met structuurpasta, maar dat kun je ook gewoon met inkt doen, hè? Dat is ook leuk. €4,99 is die. En dan ga ik jullie nog even die kleurtjes expanding mousse laten zien. Je kan het dus op twee manieren ook gebruiken, die expanding mousse. Want kijk even boven en onder. Als je het dus verhit, dan wordt hij dus een beetje mat. En dan krijg je dus zo'n korrelig effect. Dan popt hij dus op. Denk je van, nou dat wil ik helemaal niet. Ik wil hem lekker parelmoer houden. Dan verhit je hem niet. En dan kun je het dus als een normale structuurpasta gebruiken. En dan is het effect wat je hier bovenaan ziet. Nou, ik laat jullie de kleurtjes even zien. We hebben ook nog de kleur goud. Deze is ook heel tof. Dit is een beetje een oud roze kleur. Zilver hebben we natuurlijk ook voor kerst. Ik heb een paarse. Ik heb een kerstrode. En ik heb een groene. En dat is een beetje een mosgroene. Kijk, daar had ik hier ook het voorbeeldje van. Zie je hoe een tof kleurtje dat daar is? Dus expanding mousse is €6,50, dames, als je die wilt bestellen. We hebben gisteren ook nog een nieuw artikel binnengekregen. Ook weer van Crafters Companion. Beetje wat we vroeger aan stikkels hadden, dus glitterlijm. Ook heel tof om accentjes aan te brengen. €7,99, sparkling florals. Dit is een paarse, een groene en een roze sparkling florals. Drie flesjes voor maar €7,99, dames. Dus die zijn echt tof van kleur. Oh, Marianne, heb je me heel het moeten missen en dan ben ik er en dan vergeet je het. Nou, je kan lekker terugkijken, hoor. Precious pastels, dus pastelkleurtjes, glitterlijm. Festive frost, dat is dus een witte, die is ook heel mooi als sneeuw trouwens. En dan hebben we een kerstrode en een kerstgroene zit daarin. Glittering Ballroom is deze. En dan hebben we een setje met de meest gangbare kleur. All That Glitter. Dus het zijn gewoon drie flesjes met wit. Dit is ook echt super leuk om als sneeuw te gebruiken. Ga ik ook binnenkort even laten zien. Ja, en wat Beta zegt, hè, ook op een rand van een kerstmuts en zo is dit ook leuk, hè, die mousse, hè. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is ook heel leuk. €6,50 voor de mousse. Zet er even bij welk kleurtje dat je wil. Dit is ook nog, dat zijn de laatste potjes, want ik weet dat ze bij de groothandel niet meer leverbaar waren. Het ijskristal van Viva Decor. En die potjes zijn €5,99. Dat is ook leuk in een schutvenster. Bijvoorbeeld die doom die ik ook net gebruikt had, hè? De nieuwe Marianne is ook binnen. Volgende week woensdag, dan komt Anouk ook een demo geven. Anouk gaat de nieuwe Marianne release dan laten zien. Dus kom dan ook lekker naar de winkel, zou ik zeggen. Dat is gezellig. Lia heeft ook al veel toffe dingen ermee gemaakt. Want die is onder andere aan de slag gegaan. Kijk, hier heeft ze trouwens ook dat ijskristal in verwerkt. Zie je dat? Als shaker. Dit zijn de nieuwe knipvellen van de snoesjes, dames. Die hebben we echt al giga veel verkocht. Ze zijn ook mega schattig. Er zijn twee verschillende. En ze zijn 80 cent. Dit is het eerste snoesje knipvel. HK1712. En het tweede snoesje knipvel, dat is deze. Dat is de HK1713. Kijk, en wat ook weer leuk is, ook bijvoorbeeld de ronde cirkelstansen van Marleen. Hier hebben we bijvoorbeeld fijne feestdagen. Morgen, Cora, die is €11,99.
daar passen ook weer die ronde plaatjes ook weer precies in. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dus HK 1713 en HK 1712. De snoesjes knipvellen. 80 cent per stuk. Nou, als je naar de winkel komt, krijg je natuurlijk ook de nieuwe collection folder. Die is ook weer binnen, helemaal vol met inspiratie. We hebben net ook de Marianne release ook weer aangevuld. Er is ook al een herfstthema. Nou, past natuurlijk helemaal bij dit weer. Dit is ook een mooie. Dat is de nieuwe Creatable Stans van Marianne met de grote zonnebloem. En die is €13,99. Er zitten ook twee van die mooie bladeren zitten daarbij. En hier in de folder dan ook al wat inspiratie weer daarmee. Verder is er een losse stans van een wat kleinere zonnebloem en maiskolfjes. Dus noem hem ook zo. Maiskolfjes en de zonnebloemetjes. Die is €13,99. En dit is ook tof. Als je een beetje een hip kerstkaartje wilt maken, heeft ze deze craftable stans uitgebracht van de ster. Dus de grote craftable stans van de ster. En die is €8,99. En deze is ook bijna op, dames. Dat was ons spotlight artikel. Hè. Die is met 50% korting. Van €14,99 voor €7,50. Anouk had die ook op een paar kaartjes gebruikt. Dit zijn de laatste vijf of zo. Dan hebben we volgende week weer een nieuwe spotlight. Kijk, en dan kun je dus zelf een slingertje met een eigen gemaakte tekst kun je daarmee maken. Maar dat zijn de laatste, die komen niet meer. Hier heeft Anouk bijvoorbeeld ook het woordje proost gemaakt. Dus €7,50 voor de Creatable Stans met de letterslinger. Nou, dan is er deze maand is er nog nieuw van Marianne. Een stansje van een lavendeltje. Ik kon even niet op de naam komen. Dat is deze mal. Kun je dus zelf opbouwen, de takjes en de bloemetjes apart. €6,99. En Anouk, die was hier ook mee live gegaan. Hè. Dit is dus de stans van het lantaarntje. Die is €5,99. En dan is er een leuke stans met de tekst sneeuwpret. En die is €7,99. Kijk, en dat is ook weer heel leuk om te combineren natuurlijk met die snoesjes knipvellen. Hè. Anouk zal daar woensdag ook veel kaartjes van bij hebben. Dus kom lekker woensdag naar de winkel. Ook vandaag zijn we natuurlijk open. Gewoon vandaag, morgen en zaterdag. Dus je kunt lekker komen shoppen als je toch niks beters te doen hebt. De brasserie is ook open, dus je kan lekker komen lunchen. Ik laat jullie nog even dit leuke doosje met deksel zien wat Gerlinde gemaakt heeft. Want dat is een nieuwe boxartmal van Dutch Doobadoo. Die heet Elliot. En daar kun je eigenlijk zo'n soort gebaksdoosje van maken. Er zit een venster in. Kun je natuurlijk wel of niet gebruiken, net wat je zelf wilt. Maar dan maak je dus dit leuke doosje mee. Hier heeft ze bijvoorbeeld een doosje voor een kraamcadeautje meegemaakt. Met tetjes, met de babyseren van Kraftlab. Welke was de sterrenmal? Bedoel je deze sterrenmal, Jolanda? De grote stans met de ster, die is €8,99. En dan is er van Dutch deze maand nog deze leukert uitgekomen. De foldcardmal met de wolkjes. En die is €5,99. Daar kun je dit leuke modelletje kaart mee maken wat Gerlinde heeft gemaakt. Leuk natuurlijk om weer te combineren met een wolkjesachtergrond die je met het maskstencil maakt. En ze heeft hier Tetje in een luchtballon gezet. Hier het woordje hoera. Hier heeft Gerlinde natuurlijk ook weer die alfabetletterstans voor gebruikt. Hè, waar we er nog een paar van hebben. En die is €7,50. Dat is deze. Nou, Gerry, we zullen kijken of die in je mandje zit. We vragen iedereen altijd wel even goed mee te schrijven wat je bestelt. Hè? Want er staan hier echt altijd vaak een paar honderd mandjes klaar. Dan is het vervelend als we telkens na moeten kijken of iets wel of niet in je mandje zit. Dus maak altijd gewoon voor jezelf een lijstje. Ik noem ook altijd de prijzen, dus noteer even mee wat je besteld hebt. Dus €7,50 voor de alfabet. Lia, deze ga je volgende week doen, denk ik, hè? Of niet in de koffie? Die is volgende week. Ja. Volgens mij zijn er nog een paar plekjes vrij. Volgende week beginnen natuurlijk ook de workshops weer. Oké, op woensdagmiddag is er altijd een koffie en kaart met Lia. Dan mag je altijd een tof kaartje komen maken. Dat is altijd een leuk model.
Dat is in de middag, dat begint om 1 uur. Kosten zijn €15. Dan kun je via de webshop kun je daarvoor opgeven. En volgende week woensdag, dat is de 8e of de 9e. Dan starten we weer en dan gaan we dus dit model kaart maken. Daar kun je inderdaad je voor opgeven alleen via de webshop. Dan ga je even naar norenzo.com en dan klik je in de bovenste balk even op workshops op locatie. En Lia heeft hier een toffe papier van Bella Lulu voor gebruikt. Die zal ik ook even laten zien. Maar je leert dus dit leuke model kaart maken wat je ook helemaal in kunt klappen. Papiertjes die ze gebruikt heeft, die zijn van Bella Lulu. En dat is deze leuke set. De set Diep in de Zee. Als je van maritieme kaartjes houdt of onderwaterkaartjes. Een setje is €6,99. En dan heb je dus 2 vellen met plaatjes en 10 vel dubbelzijdig bedrukt design papier. De set die daarna uitgekomen is, dat is deze. Don't Worry Be Purple. Een beetje een klassiekere set met bloemen. En we hebben, als je toch nog even natuurlijk in de zomerstemming wilt blijven, hebben we ook nog steeds deze. Die blijf ik ook leuk vinden. Ik ga van de week gewoon een zomerkaartje maken. Zomer in je bol. Met die gnoompies in een tropisch thema. Die is ook €6,99. Nelleke, deze set met de poezen. Dat is allemaal met boerderijdiertjes. Dat is deze. Die heet Zonnige Zomer. Misschien als we nou gewoon allemaal dit papier gaan gebruiken, dames. Misschien dat het dan goed komt met het weer. Zonnige Zomer, die is ook €6,99. Kijk, zitten dit soort plaatjes in. Veel met zonnebloemen en allemaal bijpassend designpapier. €6,99 ook voor Zonnige Zomer. Nou, wij laten de reacties weer lekker openstaan, dames. Als je nog iets wilt bestellen, kun je het er gewoon ingooien. En we zullen de komende dagen gewoon lekker veel inspiratie ook live weer gaan geven. We zijn weer terug. Houd onze nieuwsbrief en onze socials natuurlijk in de gaten. Dan kun je zien wanneer we live gaan. Maar voor nu dank ik jullie voor het kijken. Ik zal straks het filmpje van het maken van die kaart weer even op YouTube zetten. En dan laat ik jullie mijn kaartje nog even zien. Dus ik dank jullie voor nu. En ik wens jullie alvast een fijne, wat zal ik zeggen, regenachtige dag. Lekker aan de knutsel en tot gauw, dames. Doeg!